De jongeren moeten niet gemotiveerd worden alleen in de landbouwsector, ook in de bouw, in stalen constructies. In Suriname heb je veel meer meesters. Meester in de rechten, maar je hebt geen meester in de plichten. Dat hebben we hier niet. En dat zijn ingenieurs. Ingenieurs moeten we meer hebben hier dan doctoranders en dan meester in de rechten. Want je moet opbouwen, je moet bouwen. En als je geen ingenieurs hebt, wat ga je bouwen? Als mijn dochter zou bijvoorbeeld meester in de rechten worden, wat heeft ze gedaan? Ze heeft alleen geleerd hoeveel rechten je hebt. Hoe ik kan manoeuvreren. Sorry, en zeggen van, dit zijn jouw rechten. En je hebt ook plichten. En je moet ook proberen te bouwen. Machines ontwikkelen, dat hebben we niet. Dat gebeurt hier niet. Dus dat is een probleem. Dus we moeten die jongeren alleen niet stimuleren in de landbouw. Niet alleen maar DJ spelen, paardenstaart hebben, tattoo en dat soort toestanden. Ook leren van, je moet je best doen. We hebben ook hydrologen nodig in het land. Mensen in de reissector, mensen in de constructiesector, mensen in de bouw, ingenieurs en monteurs. Die auto's tegenwoordig die komen zijn zo modern. Dan moet je ook monteurs hebben die met die instrumenten kunnen werken, waardoor ze direct kunnen weten van hé, dit is fout. En natuurlijk ook artsen, specialisten. Want wij Surinamers moeten ook helemaal niet afhankelijk zijn van artsen van buiten. Onze kinderen kunnen ook artsen worden. Tandartsen, oogartsen, internist, specialist, noem die maar op. Keel- en neusarts en zo. Dat hebben we heel weinig hier. En een ander probleem die we hebben is, onze jongeren moeten ook gestimuleerd worden om piloot te worden. We hebben schaarste aan piloten in dit land. In de hele wereld is er een grote vraag naar piloten. Als je 100 Surinaamse jongens hebt die een jumbo jet kunnen vliegen of een Airbus kunnen vliegen, hebben ze zo'n werk in het buitenland. Maar daarvoor moeten we ze niet wegsturen. We kunnen ze wegsturen om ervaring op te doen en voor Suriname te werken. Indien er werk is. Maar als er geen werk is, mogen ze van buiten Suriname toch blijven ondersteunen. Dus dat zijn dingen die gedaan moeten worden. Wat is het probleem op dit moment? Men denkt om te gaan slapen in een jopperie. Je weet, dat is een hut. En wakker te worden in een paleis, in een mahal. Dat kunnen we niet meer hebben, want vandaar dat bepaalde jongeren denken, ach, if mi psawan 20 kilo mi dekba. Je bent nog niet, al pas hij 200 kilo. Of 2 ton, 2000 kilo. Je bent er nog lang niet. Want als je een politieagent ziet, ben je huiverig. En dat ding gaat jou achtervolgen. De natuur wreekt. Dus als je probeert met drugsgelden rijk te worden, dan wil ik je zeggen, doe het niet. Want je bent bezig andermans kinderen te vernietigen, andermans te vernietigen. De natuur vernietigt uiteindelijk jou. Iman ke kamai, of mehnat ke mazuri, aur mithai.